Nou, we zijn aan het verbouwen. Dat kun je zien. Ook in de audiëntiezaal waar we nu staan. Het is de grootste ruimte van het oude paleis, het 17e-eeuwse paleis. Wat je heel mooi kunt zien, ook aan deze plattegrond. Ik sta dus in deze ruimte. En dit vierkante deel, dat is het oude oorspronkelijke huis, het Loo. Dat als jachthuis is gebouwd voor de koningsstadhouder. En daar zijn later dus paviljoens aan weerszijden bijgekomen. En hoe dat precies gegaan is, dat kun je goed zien aan de bouwsporen die we nu weer zijn tegengekomen. En wat je hier ziet is eigenlijk heel interessant. Dat zegt iets over de eerste fase van het gebouw. Daar zie je namelijk een latij zitten, zo'n houten balk. En diezelfde latij zit daar ook, maar dan boven het raam. En als je goed kijkt, kun je het metselwerk zien, heeft daar ook zo'n raam gezeten. En dat heeft alles te maken met het feit dat we dus oorspronkelijk hier een vierkant hoofdhuis hadden. Nog zonder die bijbouwen, die aanbouwen, die we paviljoens noemen. Dus daar, waar nu een deur zit, daar zat ongeveer een raam. Van waaruit je een heel mooi uitzicht had over de tuin die hiernaast ligt. We lopen nu van het grote trappenhuis langs een neventrappenhuis, een 17e-eeuws trappenhuis, naar een ruimte die bekend staat als de passage. En die passage is nu een kamertje, maar was het niet. Het was in de 17e en 18e eeuw een gangetje. Het was een heel smal gangetje waar geen direct daglicht kwam. Dus daar had men iets op gevonden, namelijk een groot raam boven de deur. En dat grote raam, daarvan zie je de aftekening hier nog steeds zitten. Een geweldige ontdekking, want we wisten niet dat het er was. We lopen hier in de ruimte onder de kapel. Een plek die voor het publiek niet zichtbaar is en ook niet was. En die nu, zoals goed te zien is, ook helemaal is gestript. En we komen hier ook dingen tegen die we niet hadden verwacht. En daar is dit een heel mooi voorbeeld van. We zijn hier namelijk op de plek die van oorsprong hoorde bij de woning van de conciërge. Op het Loo woonde de conciërge, die was hier permanent in tegenstelling tot het hof. En die had dus ook een huis hier. Bij dat huis hoorde natuurlijk een gangetje met kamers eraan. En hier vinden wij het restant van dat gangetje. En ook hier boven de deur had men natuurlijk, men had hier licht nodig, een raam. En deze plek, deze wat onverwachte plek in dit mooie gebouw, is eigenlijk ook weer een voorbeeld van een plek waar je ook weer dit soort vondsten kunt doen zonder dat je ze verwacht. Zo zit het huis eigenlijk vol met verrassingen die je tegenkomt op het moment dat je er echt mee aan de slag gaat.